heb je dus in Nederland een gemeente, ik ga geen namen noemen, want ik wil niet bashen. En als jij een armoede heeft, kan jij je bij een stichting aansluiten en krijg je een stappenteller. En als jij kan bewijzen dat je 10.000 stappen per week zet, krijg je een fitcoin en daar kan je inkopen mee gaan doen. Dat zijn de Hunger Games in real life. Ja, goedenavond, welkom. Ik zei al even tegen Teun, het is zo jammer dat op dit soort avonden nooit echt mensen afkomen. Hoezo? Nou ja. Ik kom altijd mensen op af. Toch wel. Ja. Welkom allemaal. Kinderartsen en gezondheidsorganisaties luiden de noodklok. Kabinet Schoof doet te weinig om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Zo luidde deze week een brandbrief die deze week verscheen van de hand van kinderartsen en gezondheidsorganisaties door het hele land. Het kabinet doet te weinig om de gezondheid van kinderen te verzorgen. Nederlanders eten zich ongezond. En het probleem zelf is scheef. Je kansen op gezondheid in Nederland hangen nauw samen met je postcode. De kinderartsen die deze brandbrief schreven, schreven gelukkig niet alleen deze brief, maar schreven ook een heel boek. Dat is deze, De Hamstermaatschappij. Een boek over het brein, over leefstijl en preventie. En daaruit blijkt eigenlijk dat het beleid dat ervoor moet zorgen dat de kansen op gezondheid weer gelijk verdeeld worden, faalt. Dat heeft alles te maken met onjuiste aannames. En dat heeft alles te maken met het onaangeroerd laten van de onderliggende problemen. Zo ook dus het nieuwe kabinet Schoof 1. Vanavond ontmoeten we deze kinderartsen en ook anderen die onjuiste aannames in de samenleving aankaarten. En ook mensen die aan de knoppen draaien. Maar ik verklap u ook alvast, dat bent u ook zelf. Wat is er voor nodig, beste mensen, om ons weer gezond te gaan eten? Maar eerst, ook welkom aan degene die hier naast me zit. Hi Kees. Teun van de Keuken. Journalist, schrijver, podcaster, programmamaker, jarenlang gezicht van de kunstdienst van Waarde. Dat ja, ook een beetje inzicht gaf in de wonderlijke denkwijze van de producenten van ons voedsel. En daarover schreef je ook dit boek, De mens is een plofkip. Ja, ik heb hier boeken genoeg. Het schotschrift dat eigenlijk de verantwoordelijkheid weer bij de bedrijven legt om weer gezonde waren in de schappen te leggen. Maar het gaat ook over onze weerloosheid eigenlijk tegen die bedrijven. Jij zei net even, Kees, je zei het kabinet Schoof doet te weinig aan dit en dit. Maar wij concludeerden voor. Ja. Dat we begonnen al het kabinet. We kunnen ook gewoon zeggen, het kabinet Schoof doet te weinig. Ja. Die brandbrief was wat dat betreft erg lang. Ja. Had korter gekund. Ja. Jij schrijft het voorwoord van dit boek, Teun. En je schrijft in dat voorwoord: we verwachten bovenmenselijke krachten van onszelf als het gaat om gezonde keuzes maken. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat zeker na een soort. We zeggen al 15 jaar, maar misschien wel decennia van neoliberaal beleid, maar ook daardoor neoliberaal denken. We er helemaal van uit zijn gaan. Dat we er van uit zijn gaan. Ja. Dat wij als individu voor alles verantwoordelijk zijn. Dat wij eigenlijk ook niet meer burgers zijn, maar dat we consument zijn geworden. En in die hoedanigheid van consument dus ook verantwoordelijk zijn. Niet alleen voor of we dik of niet dik worden, of we ongezond worden of niet ongezond. Maar ook of er slavernij bestaat. Of er verschrikkelijke omstandigheden bestaan in de textielindustrie. Mm. Wij, alles komt op ons individu, als individu neer. Terwijl eigenlijk is hier sprake van een ziek, als we het dan weer hebben over die voeding, over een ziekmakend systeem of een ziekmakende industrie die doelbewust voedsel maakt waar wij ongezond van worden. Vervolgens worden wij daar tegen dat systeem niet beschermd door de overheid, omdat de overheid zegt, we geven ruim baan aan die bedrijven. Mm. En vervolgens wordt ons de hele tijd ingeprint. Ja, maar jij bent zelf verantwoordelijk. Jij stopt die rotzooi in je mond. En daardoor denken we dus de hele tijd dat wij ruggengraat moeten hebben. Nou ja, misschien kan Felix of maar straks uitleggen hoe het zit dat we dus 200 voedingsbeslissingen per dag nemen. Ik weet niet waar dat getal vandaan komt, maar het wordt altijd genoemd. En in die 200 voedingsbeslissingen is maar een heel klein fractie is doordacht. En de rest gebeurt eigenlijk zo'n beetje soort onbewust. En dat rotzooi, die ziekmakende voeding, die is overal aanwezig en wordt er met ongelooflijke marketingkracht ingeduwd. Wordt ook zo lekker gemaakt dat wij het niet kunnen weerstaan. En nog zijn we zo vreed dat als mensen dat dus niet kunnen weerstaan, dat we die mensen zelf
aanrekenen. En ik kan me ook voorstellen dat voor de patiënten van deze artsen... dat ook hartverscheurend is. Dat ze niet alleen ziek zijn, maar dat ze ook nog het idee krijgen... dat helemaal hun eigen schuld is. Terwijl je dat dus eigenlijk bij andere ziektes toch minder of niet hebt. Ja. En jij richt je in jouw boek dus vooral op de rol van bedrijven. Is dat ook waar je vanavond speciaal op gaat letten? Nou, kijk, het grappige is, Kees, dat ik met dit boekje... of dit, ja, mensen worden altijd boos zeggen boekje, maar het is een boekje. Dus als ik daarmee... ik ga daar best veel het land door. En dan komen uiteindelijk... gaat het dan ook over de oplossingen. Ja, want als je een systeemprobleem noemt... Ja, het probleem, wil ik ook een systeemoplossing worden. Ja, het probleem is dus dat het is een systeemprobleem. En dat is heel erg leuk om in plekken als de Bali over te praten. Daar zijn we gek op. Elke avond wordt hier wel over een systeemprobleem gepraat. Godzijdank. Ja, en nou, dat vinden we heel leuk. Alleen, een systeemprobleem is veel moeilijker op te lossen... dan gewoon dat je zegt van, nou ja... Een probleem. Een probleem van, ja, ik heb geen ruimte voor mijn kopje op mijn aanrecht. Nou, dan maken we het aanrecht 10 centimeter langer. Weet je wel, zo simpel is het niet. En ik weet het zelf... ook nog niet helemaal, of helemaal... nou ja, ergens tussen helemaal niet en niet helemaal... waar de oplossing zit, maar er zitten hier wel... hè, de beleidsmakers en nog veel slimmere mensen dan ik... komen hier straks aan tafel. Dus als we daar heen gaan... dus dat we op een gegeven moment... de hele intellectuele discussie een beetje loslaten... ja, sorry voor alle vaste Bali-bezoekers... dat zou het fijn zijn als we ook een beetje richting de oplossing komen. Ja, nou, dan hoop ik dat jij daar een scherpe neus voor hebt vanavond. Ja, niet om het te geven, maar wel om die andere mensen daartoe aan te sporen. Uitstekend. Hoogt de tijd, zou ik zeggen, om twee mensen aan u voor te stellen. Namelijk de kinderartsen waar ik al even over sprak. Van die brandbrief, van dat boek. Dat zijn de auteurs van het boek De Hamstermaatschappij. Geef ze alsjeblieft een hartelijk applaus. Dat zijn Felix Krijer en Maarten Biezenveld. Wauw. Ik zou zeggen de rockstars van de avond. Nou ja, zeg dat vooral. Ja, ik zeg dat. Oh, ik moet hier zitten. Even voor de goede orde. Maarten Biezenveld promoveerde op het onderwerp van afweerstoornissen bij kinderen... en naast zijn werk als kinderarts ook werkzaam als coach voor collega-artsen. Felix Krijer promoveerde in het Nederlands Herseninstituut van Dick Swaap... op de invloed van hersengebieden op overgewicht. Kinderarts in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, het OLVG, in Amsterdam. En heeft daar specialistisch spreekuur met kinderen en gezinnen over overgewicht. Allereerst, heren, gefeliciteerd met het boek. Dankjewel. Het is ook een avond om hem te bespreken. En Teun zegt het al heel goed. Hopelijk een heel goed gesprek te voeren over oplossingen... die systeemproblemen aanpakken. Maar het is ook een avond om dit boek te vieren. Dus gefeliciteerd daarmee. Felix, nog één keer voor ons die hamster. Die komt in de titel voor van allebei jullie boeken. De hamster in je brein en nu de hamstermaatschappij. Waar komt die hamster vandaan? Die hamster is ontstaan bij het Herseninstituut... waar ik onderzoek heb gedaan naar de hamster. En toen had ik een idee wat ik ging uitwerken. En dat gaat eigenlijk over drie hersengebieden. Voor dit stuk had ik een uur, toch? Of hoe zeg ik? nou, het zijn er drie. Als je die drie weet, dat helpt enorm jezelf te begrijpen. Het helpt iedereen te begrijpen die niet zo leeft als die eigenlijk zou winnen... En ik denk dat het ook kan helpen om beter beleid te maken. Beginnen we bij de eerste, de hypothalamus, de hamster. Dan gaan we het uur in. Ja, klopt, dat gaat nu in. dus dat is gewoon een oeroud systeem... wat ervoor zorgt dat we kunnen leven en dat we overleven. Die doet gewoon alles wat er voor nodig is. Ademhaling, bloedsomloop, biologische klok... voortplanting, temperatuur, vochthuishouding, stress. Stress wordt daar ook geregeld. En ook energievoorraden. Je kunt hem ook voelen, die vochthuishouding. Als ik nou een glasje water heb ik hier... ik had net een beetje dorst gekregen van de spanning. Ja. Nou, dan wordt dus zo'n glas water ineens een soort delicatesse. Ja. Omdat mijn brein merkt dat ik iets meer vulling nodig heb. Het slaat nergens op, want het is gewoon een glas water. Nou, maar dat is gewoon zonder lekker in de balie natuurlijk. Maar die hamster die denkt van ja, wij moeten water... dus die moeten via die manier. En de hamster, dat noemen we dan in de balie de hypothalamus. Ja, klopt. Ja, 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 ja. Dus, ja dan begrijpen de mensen het voor, hier ook. Ja, voor ja, voor ons je hypothalamus, ja. Maar in elk geval... Intimie, zou je zeggen. Dat stuk. Maar als je uitgedroogd bent... dus als die hamster denkt, we gaan dood...
dan valt die hele schil van beschaving weg. Mm. En dan wil jij bij het water. En dan komen alle ethische besparingen worden opzij gestrand. En jij gaat er naartoe. En ik zeg het om duidelijk te maken hoe sterk deze oerkracht is. Je voelt die hamster in principe niet. Alleen als het niet naar wens is. Als die iets niet krijgt. Alleen dan voel je hem. En dan laat hij zich merken. Als hij tevreden is, dan voel je hem eigenlijk niet. Het is een oerkracht waar je eigenlijk niet met je sterke wil of zo tegen opgewassen bent. Mm-hmm. Energiehuishouding doet hij ook. En omdat hij in miljoenen jaren is ontstaan, denkt hij elke dag als die koelkast open gaat, jeetje, weer eten. Ongelooflijk, alweer. En als dan... Hij is wel een beetje dom. Ja, als dan je hogere verstand, kom ik zo op, zegt van, ja, maar die koelkast is altijd, en we hebben ook een supermarkt waar ik kan komen, denk, ja, daar trap ik niet in. Ja. Dat wij nu 20.000 dagen in jouw leven elke dag een koelkast hebben gezien, dat zal wel, maar in die miljoenen jaren, dat is absoluut geen garantie voor de toekomst. Mm-hmm. Dus zo denkt die hamster, die wil altijd meer, en dat gaat over eten, en misschien ook wel nog meer van menselijk gedrag. Die hamster wil altijd meer. Dat is de hamster. Dat is het eerste gebied. Ja. Daartegenover staat iets... Je doet niet echt een uur, hè, Felix? We moeten ook wel naar je boek op een gegeven moment. Ja, precies. Ja. Ik zou een beetje opschieten. het tweede gebied wat er tegenover staat is de prefrontale cortex. Dat zit hier voorin. En met name die we hier vandaag zijn, denken dat we met name dat zijn. Dat is zoals we ons graag zien. We zien onszelf graag als rationele mensen met een vrije wil, met overwogen keuzes. Precies. Met een afweging. Ja, ratio, cognitie, logische, goede besluiten. Ik wil gezond leven, bijvoorbeeld. Mm. Nou, dat gebied werkt anders dan die hamster. Die hamster doet alles 24 uur per dag, 7 dagen per week. Die slaapt nooit. En als het gebied van de vocht uitvalt, dan blijft je eten, drijven om te eten, die blijft. De cortex werkt heel anders. Alle zenuwcellen in de cortex rekenen aan één probleem. En dat is wel speciaal in die mate bij de mens. Wij kunnen dus best weer ingewikkeld en lang nadenken en rekenen. Soms is het zinnig, soms ook niet. Maar we kunnen bijvoorbeeld het besluit nemen, ik ga gezonder leven. En ik herken het van mezelf, dan ga ik het me voornemen. Ik zie het ook bij die families die ik in mijn spreekuur heb. En dan gaat het eigenlijk goed. 1, 2, 3 weken. En ik word een beetje missionarisch en gaat iedereen vertellen, dit is het goede dieet wat je moet gaan volgen. En het loopt lekker. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets. En die kilo's komen weer terug. En wat er dan gebeurd is, is dat je cortex maar één ding kan. Het is geen multitasker. Dus zolang je bezig bent met eten, en volgens mij kan de regel ook zijn, de verpakking moet lichtblauw zijn, of de derde letter een E, dat maakt niet uit. Zo'n dieet gaat net zo goed werken. Daarom dan werkt elk dieet op korte termijn. Exact. Volgens mij heb jij dat een keer uitgeprobeerd. Ja. Dan kun je daarmee doorgaan. En op een gegeven moment moet je andere problemen oplossen, privé of zakelijk. Mm-hmm. En dan valt die rem weg. Drie graden wie het dan overneemt. Precies. Ja. En die hamster, ja, die gedraagt zich als een puber die alleen thuis is. En die denkt zo, die 5 kilo die we verloren zijn, pakken we terug. En 5 kilo voor de zekerheid extra, want je weet maar nooit, je zit hier onveilig. Ja. Dat is het yo-yo-effect. Want dat was evolutionair in al die jaren, was je weet maar nooit, is een hele goede houding van een homo sapiens. Ja. Klopt, inderdaad. Dat is efficiënt overleven. Eigenlijk een soort levensbron bijna. Ja. Dus die cortex is hartstikke leuk. Maar er is enige luxe voor nodig om dat te kunnen doen. En op een gegeven moment is die aandacht verschuift. Derde systeem, dan zijn we er al, is het limbisch systeem. En dat systeem is een soort netwerk tussen die twee anderen. En die geeft je een gevoel bij wat je wilt met die twee systemen. Dus ja... Even bij mezelf houden. Dan zit ik in mijn woonkamer en dan komt ineens zo'n briljante gedachte van, hey, die chocola van gisteren, volgens mij zit er nog een rest in die laar. Helemaal diep weggepakt in de hoop dat ik er niet aan zou komen. Dit zijn de gedachten van professor Kruijer. Van de cortex van professor Kruijer. Ja. Ja. Dokter Kremer. Dan ben ik alweer. Dus dan geeft me dat lekkere gevoel. Maar ook de prefrontale cortex kan je dat gevoel geven via het limbisch systeem. Dat is als je een checklist hebt afgevinkt. Je hebt alles gedaan zoals het moet. Perfect, dat fijne gevoel komt daar vandaan. En het is ook heel belangrijk voor beloning, voor sociale verhoudingen. Wat vinden vrienden en familie daarvan? Mm-hmm. En van routines en geheugen. Dus dat zijn die drie spelers.
die het gedrag bepalen. En als je dat weet... En om eerlijk te zijn, zijn we zo begonnen dat dat idee hebben Maarten en ik uitgewerkt, dat eerste boek geschreven. En dat was behoorlijk op het individu gericht. Juist. Ja, en... maar dat vind ik zo interessant. Omdat misschien hadden jullie nog een beetje het geloof eerst dat als je maar wist hoe dat individu in elkaar zat, dat je het probleem ook op kon lossen. We zijn eerst zelfs begonnen om het te schrijven voor... Het idee was om het te gaan schrijven voor kinderen. En toen dachten we, maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Ja. Want die kinderen die maken het grootste gedeelte van de beslissingen niet zelf. Die zijn afhankelijk van hun ouders. Ja. En dat was de reden om het eigenlijk het eerste boek toch op volwassenen individuen te gaan schrijven. Mm-hmm. Ja, maar en toen kwam je er ook nog achter van ja, eigenlijk was dat ook nog een beetje naïef misschien. Ja, ik heb in de spreekkamer, ik moet zeggen, ik geef het toe. Ik was een beetje naïef. En ik laat mensen ook vandaag niet in de steek en zeg... ja, sorry hoor, sociaal, maatschappelijk bent u kansloos. Tot ziens, dat ga ik niet doen. Dus ik ga wel iedereen helpen. En dat werkt ook soms. En soms ook om die stijging af te remmen. Maar ik heb natuurlijk wel met al mijn enthousiasme moeten merken... dat niet altijd werkt. In het begin had ik het trouwens altijd over dat je hebt een rat in je hoofd. Totdat een keer het kind zei van... oh, een rat, schrokken daar een beetje van. Bedoel je soms een hamster? Dus zo is die hamster eigenlijk ontstaan. Want die hamster heb je, ik denk, ooit bedacht... omdat je of dat heeft deze patiënt dus bedacht... omdat dat werkt in de spreekkamer. Precies. En dan werkt het ook. Maar op een gegeven moment kwamen we natuurlijk achter meer en meer... het is eigenlijk helemaal niet fair... om het van mijn patiënten en die ouders te vragen. Want wat gebeurt er? Die mensen komen na mee. Ze zijn vaak wanhopig. Ze hebben van alles geprobeerd en ze willen niks liever dan gezond leven. En ze weten ook wel wat gezond leven eigenlijk inhoudt. Alleen, het is heel moeilijk. Als je nu het hersenmodel erbij pakt. Die mensen die ik dagelijks in de spreekkamer zie... hebben de overgrote meerderheid heeft gewoon veel problemen aan hun hoofd. Veel zorgen en veel stress. En die stress maakt dat die hamster denkt... oh, we zitten in onveilige tijden. Laten we eens net wat extra suiker en vet binnenhalen. Dus die drijf om dan meer te eten wordt extra versterkt. Korte termijn bevrediging wordt extra versterkt. Precies. Die kinderen worden blootgesteld van 's ochtends tot 's avonds... aan heel gerichte kindermarketing. Ja. Die kindermarketing, die mensen kennen het brein ook... die richten dat op die hamster. Op een manier dat die hamster in die kinderbreinen de hele dag denkt... ja, dit moet ik hebben, die cheeseburger moet ik hebben. Het gaat over reclame, influencers en fastfood rondom scholen. Ja. Dus dat is een megadrijf. Dat is het... En als je door die hamsterbril dus naar de omgeving kijkt... naar de voedselomgeving, naar die kindermarketing kijkt... dan kun je eigenlijk concluderen... daar zijn wij weerloos tegen. Daar zijn onze kinderen weerloos tegen. Ja. Daar is de samenleving weerloos tegen. Ik wil toch nog één vraag, als mag, Kees. Ja? Ja, nee, maar, was niet benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Nou, dat komt wel. Maar ik wil nog de ene vraag die ik wilde zeggen. Waarom, kijk, dus wij zijn, straks geef het antwoord, dan wordt het nog duidelijker. Maar dus het zit eigenlijk meer in de maatschappij dan het individu. Waarom, denken jullie, wil eigenlijk bijna niemand daaraan? Waarom willen wij toch zo geloven dat het wel in het individu zit? Ik denk dat het komt dat er een soort natuurlijke weerstand is tegen veranderen. En dat is ook wel een punt wat ik vanavond hoop dat het voor het voetlicht komt. Dat we echt af moeten van die kramp. Om die angst om voor betuttelaar uitgemaakt te worden. Als we iets gaan voorstellen wat anders is dan anders. En dat het... maar dat verandering, dat weerstand geeft, ja, dat is niet raar. Alleen daar moeten we niet met z'n allen in blijven hangen, want die luxe is er gewoon niet meer. Ja, en dan wil ik heel graag in vervolg hierop twee mensen aan u voorstellen om te praten. En wat water erbij. Ja. Om te praten over wat nadrukkelijk wel en wat nadrukkelijk niet werkt. En dat gaan we doen met Maria Jansen, haar naam viel even. En met Tim Sjongers, zijn naam viel ook al even. Geef ze een hartelijk applaus. Jullie zijn van harte uitgenodigd hier aan tafel. Maria Jansen is meer dan 30 jaar werkzaam geweest bij de GGD. 40. 40? 42. Meer dan 42, ja. Werkzaam geweest bij de GGD en werkte ook bij de Universiteit Maastricht. Maar daar durf ik nu niks over te zeggen. Dat was ook geruime tijd.
Ja, oh ja. God, dat weet ik zelfs niet eens precies. Nee, precies. Ja. Wat doet het er toe? Ja. Maar in al die jaren, hoeveel het ook mogen zijn, hard ingezet om van gezondheid een publieke kwestie te maken en is daarbij kritisch geweest op haar eigen sector en de houding van de overheid. Bracht met het onderzoeksproject De Gezonde Basisschool van de Toekomst, die speelde al even een rol aan tafel, de effecten in kaart van gezondheidsbevorderende interventies. Wat in dit geval bijvoorbeeld goed eten en bewegen betekent. Ja. Ja. Welkom. Dank. Tim Sjongers, politicoloog en bestuurskundige, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, dat is het wetenschappelijk bureau der sociaaldemocratie. Auteur van Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Een hele leesbare spoedcursus armoede bedoeld voor mensen met geld, zoals de titel al suggereert. En voor de correspondent schrijft hij over armoede. Welkom beide. Tim, misschien bij jou beginnen. Hoe luister je tot nu toe? Nou, ik vond het een heel duidelijk en herkenbaar verhaal, moet ik zeggen. Ja? Ik moet wel zeggen dat ik bij die health in all policies, hè, dat preventiedeel, zeg maar, dat vind ik wat moeilijker. Maar tegelijkertijd hoor je heel vaak armoede ligt aan de grond van veel problemen. Bestaansonzekerheid ligt aan de grond van veel problemen. En dan krijg je belangengroeps, zoals de KNMG, die 2,5 jaar geleden een brandbrief schrijven, health in all policies. En de KNMG, dat is de artsenfederatie. En die gaan dan een brandbrief schrijven over health in all policies. Maar als bestaansonzekerheid, ongelijkheid, armoede het probleem is, dan is gelijkheid in all policies volgens mij de oplossing. Ja, ja. En als je dan kijkt, en daar word ik soms wat cynisch van, als je dan kijkt naar de groeps die zo'n brief onderschrijven, zijn allemaal groeps die baat hebben bij veel meer beleid rond gezondheid en health in all policies. En dat vind ik dan soms wel een moeilijke. Je vertrouwt ze niet helemaal. Nee, kijk, het kwam al een paar keer ter sprake naar het systeem. Maar het systeem zijn wij, hè. Het systeem is niet iets dat boven ons hoofd hangt. Dat zijn wij als mensen. En als ik dan kijk naar het systeem zoals we dat op gezondheidsvlak, op vlak van onderwijs, van welzijn en noem maar op, hebben vormgegeven. Nou ja, dan zullen we moeten concluderen dat dat eigenlijk is vormgegeven naar de norm van hoogopgeleide, gezonde, tevreden burgers. Ja. Terwijl we weten dat de meerderheid van Nederland niet tot die categorie behoort. En dan kunnen we wel zeggen, de samenleving is complex. Maar eigenlijk kan je ook gewoon concluderen, hebben we de lat niet gewoon veel te hoog gelegd? En waarom zijn we constant bezig met iedereen boven die lat te duwen en niet meer af en toe die lat gewoon eens wat naar beneden te trekken? Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Want je schreef ook eens een essay met Albert-Jan Kruijter, geloof ik, over de samenleving werken voor 80% van de mensen, werken die maatregelen prima. Maar eigenlijk voor die 20% voor wie het niet werkt, daar moeten we nu eens even gaan kijken of de lat niet gewoon omlaag kan. Ja, kijk, dat is wat we dan noemen de bijzondere overheid. Mm-hmm. Kijk, als ik babbeltje doe voor ambtenaren, topambtenaren. Ik vind het ook geweldig dat ambtenaren zichzelf top noemen trouwens. Maar topambtenaren. Dat is een heel ander verhaal. Maar dus, dat is een volgende test. Doen ze dat zelf? Ja, dan krijg je toch topoverleg en noem maar op. Maar dat maakt niet uit. Maar moeten we ook eens dan krijg je al heel snel de uitleg van ja, maar het systeem moet op de schop. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, maar doe even serieus. Het systeem werkt voor 80% van de mensen prima. Ik denk voor iedereen in deze zaal, als wij een probleempje hebben met werkloosheid, zorg die we behoeven, we vinden onze weg wel. Mm. 80% is cum laude, hè? Ik vind dat best prima. Dat is een hoge score. Voor 20%, eens je 5-6 problemen hebt, 10 hulpverleners, nou, dan werkt het systeem totaal niet meer. En dan krijg je effecten als mevrouw komt in een depressie terecht, mevrouw komt in de armoede terecht, mevrouw moet naar de voedselbank, zoals 190.000 andere mensen in Nederland anno 2024. En dan kunnen we praten over gezonde voedsel. Ik bedoel, die hebben zelfs geen keuze over de voedsel. Ja. Het gaat erover wat wij niet opeten en dat is dan voor hen. En dan zit daar geen brood in dat pakketje. Nou, de school ziet dat na 3 dagen. De school gaat de jeugdzorg inschakelen. Het probleem is armoede, geen toeslagen aanvragen. Jeugdzorg heeft geen mandaat om toeslagen aan te vragen. Waar zijn we mee bezig? Dat kost ons 150.000, 200.000 euro per jaar. En we krijgen het niet opgelost. En dan zeg ik, isoleer dat probleem. Geef deze mensen gewoon 1 mandataris die voor hen die overheid zo ver mogelijk kan wegduwen en eerst kan helpen met de schuldhulpverlening, met stabiele huisvesting, met de sociale relaties, met misschien de gezondheid wat meer op orde. En dan komt de rest wel. Ja. En ik denk, dan krijg ik nu vaak, en dan zullen een paar mensen denken, ja, maar we creëren dan ongelijkheid. Nou, dit zijn al tweederangsburgers, dus. En is speciaal onderwijs binnen onderwijs ongelijkheid? Zijn beschutte werkvormen binnen een arbeidsmarkt ongelijkheid? Volgens mij is dat emancipatie. Mm-hmm. En ook richting die overheid hebben veel mensen behoefte aan emancipatie. En dan denk ik, bijzondere overheid, net zoals we binnen het onderwijs speciaal onderwijs creëren. En als je dat gelijkheid in all policies zou voorstaan als bril,
Wat zie je dan eigenlijk misgaan in ook hoe nu misschien hoe we als samenleving gezondheid uitgelegd door gezonde mensen of ongezondheid uitgelegd door gezonde mensen eigenlijk? Kijk, wat we nu heel veel doen en vandaar ook mijn opmerking over die preventie. Ja, dan hebben we preventietafels en dan gaan we andere ook preventietafels organiseren. Dat kost miljoenen. En tegen dat er iets op papier staat, komt er een nieuw kabinet en komt er een nieuwe NZA-nota en hebben we weer miljoenen nodig en noem maar op. En dat schiet niet op. Als we kijken naar die bestaansonzekerheid, nou, we doen nu heel veel domeinoverstijgend integraal samenwerken, noemen we dat dan. En dat wil zeggen, hoe krijgen we al die overheidscompartimentjes aan elkaar verbonden om tegen jou te vertellen wat de norm van het goede, gezonde, gelukkige leven is. Nou ja, het zal je niet verbazen, maar eigenlijk is wat er nodig is meer sociaal-democratie. En wat bedoel ik daarmee? Meer gelijke toegang tot de economie, meer gelijke toegang tot wonen, meer gelijke toegang tot onderwijs, meer gelijke toegang tot zorg. En we hebben die toegang verschraald, dat doen we sinds 1983, dat is een kantelpunt geweest. En daardoor zien we heel veel ongelijkheid ontstaan. Nou, toen hebben we eigenlijk losgelaten dat armoedebestrijding en bestaansonzekerheidbestrijding een collectief geheel was, maar dat dat ook veel meer op het individu moest komen. En dat is ook een beetje de geboorte van het neoliberalisme, de third way. Ja, kijk, dat is het gekke. We hebben in 1983 sociale grondrechten in het leven geroepen. Wonen, zorg, onderwijs, een gezonde leefomgeving, bestaanszekerheid, allemaal sociale grondrechten. En sinds we ze in het leven hebben geroepen, zijn we ze ook beginnen verschralen. En dat noem dan vermarkting of noem maar op. Maar dat zorgt wel voor ongelijke toegang. En we zijn eigenlijk die effecten van die ongelijke toegang domeinoverstijgend integraal aan het oplossen. En dan gaan we wijken in en dan gaan we niet zeggen, die schimmel gaan we uit je slaapkamermuur halen. Nee, dan gaan we zeggen, het zou wel beter zijn dat je wat meer broccoli eet. Het zou wel beter zijn dat je meer wortelen eet. Nou, met die wortelen krijg je die GGZ-wachtlijst niet weg. Mm-hmm. Dat gaat hem gewoon niet worden. Je kan wortelen eten zoals je wil, je depressie gaat echt niet verdwijnen. Nee. En dan, wat je dan krijgt is, eerst hebben we een domme, ongezonde doelgroep geconstrueerd. Ja, maar arme mensen zijn dom, ze zijn ongezond, ze weten niet wat goed is voor hen. En dan gaan we die wijken in. Dan gaan we met broccoli zwaaien, met wortelen zwaaien. Dan willen die mensen dat niet en dan wordt het een onbereikbare doelgroep. En dan denk ik, dat is wel interessant. Mm-hmm. Eerst ben jij dom. Wij komen met een interventie af. Die interventie slaagt niet aan. Weggehaald. Die interventie slaagt niet aan en nu worden die mensen onbereikbaar. En dan bellen ze mij op. Ja, Tim, het is een onbereikbare doelgroep. Deze mensen. We willen van ieder kind een groenteeter maken en die willen dat niet. Ik denk, nou, ik heb geen kinderen, maar dat is volgens mij sowieso een heel moeilijke opgave. De kosten van achterstanden. Maar wat er dan eigenlijk gebeurt, en ik ga een heel kort experiment doen. Jullie zijn arme sukkelaars. Jullie zijn hoogopgeleide gezondheidsgoeroes en jullie leven in een goede wijk. Nou, wij hebben slechte voeding, wij zijn arm, wij redden het nog net. Wij weten dat ons leven niet zo, maar bon, we helpen elkaar wat. En we zien ook wel dat we ongezond zijn. We eten wat meer frikandellen en noem maar op. Omwille van onze hypothalamus, ja, ons hamstertje, dat zegt frikandel, frikandel. Maar wij kijken naar die goede wijk, met die mensen met geld. Wij zeggen, ja, maar dat is wel raar. Die mensen hebben geld, er is obesitas, een paar alcoholverslavingen. Ook een paar burn-outs. Dus wij denken, nou, dat is toch raar, weet je wat? Wij gaan een onderzoeksplan opstellen. Wij gaan naar de gemeente, we gaan subsidies aanvragen. En wij gaan een onderzoeksplan opstellen. Hoe komt het dat mensen met geld ongezond leven? Nou, wij gaan naar die mensen met geld. Wij gaan naar die mensen. We spreken een paar mensen aan. Ze willen niet helpen. Dus ja, wij gaan terug naar onze wijk. Onze eerste conclusie, mensen met geld is een onbereikbare doelgroep. Dan zeggen we, oké, ander plannetje. Nou, we gaan met nieuwe aanpak, nieuwe opzet. We gaan naar die mensen met geld. Een paar mensen met geld willen wel spreken. En we stellen heel persoonlijke vragen over hun leefstijl, over hun gezinssituatie, over hun inkomen en noem maar op. En we merken, ze antwoorden wel, maar ze laten niet het achterste van hun tong zien. Nou, wij gaan naar onze wijk, even analyse. Ja, mensen met geld zijn best wantrouwende doelgroep. Ze vertrouwen ons gewoon niet. Nou, uiteindelijk, we hebben toch een paar analyses kunnen maken. Dus we hebben een plan van aanpak. We hebben aanbevelingen. We hebben interventies bedacht. We gaan naar die wijk van mensen met geld. We steken foldertjes in de bussen. Posters bij Albert Heijn, want dat is waar ze hun inkopen gaan doen. Kom naar de eerste bijeenkomst. We hebben een fantastische bijeenkomst. We gaan onze onderzoeksplannen presenteren. U gaat hier allemaal beter van worden. Wij zitten daar allemaal te wachten. Niemand komt opdagen. Onze conclusie, mensen met geld zijn onbereikbaar, wantrouwend, niet geïnteresseerd in gezondheid en willen onze interventies niet. Wat is de oplossing? We gaan naar de gemeente geld vragen voor een nieuwe onderzoek. Dat is hoe onderzoek in achterstandswijken momenteel vorm krijgt.
Ja, applaus voor deze omdraaiing. Maar wat zegt het over de hardnekkige misvattingen die we hebben? Het zegt vooral veel over het cynisme dat in al dat onderzoek, al dat beleid en al die politieke opvattingen zit. Ja. En dat vind ik nu ook met dat preventie gebeuren. Ik bedoel, definieer een keer wat je met preventie bedoelt. Gewoon zorgen voor een buurthuis waar mensen koffie kunnen drinken is ook preventie. Eenzaamheid kost ons 2 miljard euro per jaar als samenleving. Mm-hmm. Koffie drinken is ook preventie. Mm-hmm. Ik zal nog een heel concreet voorbeeld geven. We vinden allemaal stappen tellen heel belangrijk. We hebben ook allemaal stappen tellen op de iPhone. Vooral sinds corona is dat een nationale hobby geworden. En als ik dan kijk naar mensen in armoede, nou, we irriteren ons mateloos aan het feit dat die een flatscreen televisie hebben. En we irriteren ons al mateloos aan het feit dat die mensen een huisdier hebben. Dat snappen we helemaal niet. Mensen in armoede, een huisdier, wij zouden het vanuit onze rationele hamstertheologie niet gaan doen. Nou, deze mensen dus wel. Heb je dus in Nederland een gemeente, ik ga geen namen noemen, want ik wil niet bashen. En als jij in armoede leeft, kan jij je bij een stichting aansluiten en krijg je een stappenteller. En als jij kan bewijzen dat je 10.000 stappen per week zet, krijg je een fitcoin en daar kan je inkopen mee gaan doen. Dat zijn de Hunger Games in real life. Ja. Welke gemeente is dat? Dat ga ik niet zeggen, je moet me googlen, want volgens mij kom je er best veel tegen. Dan is er een andere gemeente. En daar heeft men bedacht voor een dame in armoede, een plus 50 dame, dat ja, we misschien gewoon een hondje geven. Nou, ze is thuis niet meer eenzaam, want ze heeft een hond. Ze is minder beginnen roken, want ja, ze wil de beste voeding voor haar hond. Ze is op een jaar tijd 15 kilogram afgevallen, want het is een heel actieve hond. En ze heeft een wijknetwerk, want het is een heel sociaal leuk hondje, koetsje, koetsje, hondje, hondje, wat lief. Compleet tegen onze ratio van mensen met geld. Want wij willen dat niet als ze huisdieren hebben. Nee, liever een stappenteller in Hunger Games organiseren. Terwijl dit een super simpele oplossing dus is die vooral menselijk is. Er zijn dus wel goede dingen mogelijk. Er zijn goede dingen mogelijk. En wat je dan altijd ziet, is dat het vooral komt uit de doelgroep zelf. Ja. En als wethouders, en er zijn er wel een paar, als wethouders daar ruimte voor creëren, dan zie je dat er goede dingen gebeuren. En maar dat van bovenop liggen, dat werkt gewoon nooit. Nou. Zit nog iemand aan tafel? Ja. Lijkt mij, Ik ben het helemaal eens met Tim. Want er is een enorme stigmatisering van die, noem het toch maar even, die achterstandsgroepen. En we pakken dat eigenlijk tot dusver veel te top-down aan. Dus het co-creatief samenwerken met die groep is heel... Hoe? Ja, nou, dat noemen we co-creatief samenwerken. Dus samen naar die oplossingen zoeken. Dat hebben we overigens in... Want ik wil toch eventjes naar de gezonde basisschool. Ik ook heel graag, trouwens. Ja, wil ik toch eventjes een beetje ook de achterliggende reden uitleggen. Want wat was nou de aanleiding van die gezonde basisschool voor de toekomst? Dat waren de lege lunchtrommels of de lunchtrommels met een koude pizza of koud friet van de dag ervoor. En daar schrok het onderwijs en personeel wel heel erg van. Dus toen heeft de onderwijs Stichting Movare een heleboel partners bij elkaar geroepen, inclusief leerlingen, leraren, gemeente, buurtsportcoaches, voedingscentrum. En we zijn met z'n allen. Parkstad Limburg. Parkstad Limburg. En we zijn met z'n allen gaan dromen. Zo van hoe kunnen we nou deze problematiek aanpakken? En wat we constateerden is dat achter die ongezonde lunchtrommels met die koude pizza en dat koude friet. Ja, dat is toch niet echt heel lekker als de dag daarna. We zijn gaan dromen en we zagen achter die trommels dus toch wel hele complexe problematiek. Eigenlijk precies wat jij ook noemt, hè? Armoede, zwaar werk, werkstress, uitkeringsafhankelijkheid, kleine behuizing. Opvoedingsvaardigheden die toch net een beetje te beperkt waren. Geen speelgoed in huis, wat juist heel goed is voor kinderen om ook sociaal-emotioneel zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus het ging echt niet alleen maar om die lunchtrommel. Dus toen hebben we ons elkaar de vraag gesteld van... Hoe kunnen we de schoolomgeving zo inrichten dat we niet zozeer dit probleem meteen oplossen? Want dat is een zo'n complex en in jouw woorden veelkantig probleem. Ja. Dat krijgen wij binnen de schoolmuren niet opgelost. Maar we willen voor onze kinderen wel graag een omgeving creëren waarin talentontwikkeling een betere kans krijgt. En daar is uiteindelijk het concept van de gezonde basisschool uit ontstaan. En dat betekent dat we toch van bovenaf, dat wel, maar ook in het licht van die hele ongezonde lunchtrommels vonden wij dat toch verantwoord. Er wordt een half uur samen geluncht, volgens de schijf van 5.
die wordt op school aangeboden in een zelfsmeer lunchbuffet, zoals wij dat dan noemen. Die kinderen lopen langs dat buffet, nemen zelf een snoeptomaatje, een boterham met kaas. Maar goed, volgens de schijf van 5. Samen lunchen, een half uur. Dat vinden kinderen heel gezellig. Vinden ze heel leuk. Als wij iets te vieren hebben, gaan we samen uit eten. Hè. Dat limbische systeem, denk ik, is dan actief. Ze hoeven ook niet na te denken. Dus die prefrontale cortex mag even uitrusten. Er wordt achter enorm geknikt. Ja, zie je? Ja. Nou, dat heb ik allemaal van hen geleerd. Hoor. Ja. Dat wist ik eerst niet. Ja. Maar en die hamster is er ook niet, want ja, ze krijgen voldoende te eten. Dus daarna gaan ze een uur lang samen sport, spel, cultuur. En de dag duurt dus op die scholen anderhalf uur langer. Ja. Dat is de consequentie. Maar voor kinderen in deze Parkstadregio, toch een van de armste regio's van Nederland, hè, want we behoren tot de top 10 van de armste gebieden in Nederland, vonden wij dit toch een verantwoorde aanpak om die schoolomgeving wat te verrijken. En om de, ja, noem het maar even, om al die sores die kinderen soms ook thuis meemaken, om dat een beetje te compenseren met een rijkere schoolomgeving. Hoe, dat was een beetje de insteek. Hoe werd er afhankelijk op gereageerd? Door ouders bijvoorbeeld? Met grote scepsis en met veel verzet. Maar we hebben heel veel ouderavonden georganiseerd. Er komt natuurlijk alleen maar dat deel. En niet dat onbereikbare deel, hè. Dat is dan de consequentie. Maar daar hadden we ook een creatieve oplossing voor bedacht. Want die ouders komen wel tijdens de gesprekjes met de leerkracht over de leervordering. Hè. De leer, hoe het gaat met de leerling op school. En dan kan je tijdens dat moment kan je alle ouders aanspreken en vragen van, goh, vindt u het nou wat als we op school zo'n lunch en zo'n spel, sports, cultuur aanbod toevoegen? Nou, we hadden vooraf met elkaar afgesproken, als 80% van de ouders ja zegt, dan gaan we beginnen. Mm. Nou, dat gebeurde op die 4 scholen. Daar zijn we gestart. Waar die ouders in het begin de grootste criticasters waren, waren ze na 4 jaar, want we hebben dit 4 jaar intensief gedraaid, waren ze de grootste ambassadeurs. Want ze vonden het eigenlijk heel fijn dat eindelijk de gemeente een keer iets extra's voor hen deed. En hoop, lef en moed in deze zaal genoeg. En volgens mij mag het koor dus met elkaar in debat en daarna gaan zingen aan de bar. Maar niet voordat we bedanken Felix Maarten. Felix Maarten. Doe toch even apart. En dan Teun, Dina, Tim, mevrouw Moorman, Maria Jansen. Hartelijk applaus. Ga Moorman.